Dat is een driedaags event voor de business-to-business markt met specialisten uit de reisindustrie. En dat is belangrijk voor LWD 2018 om daar aanwezig te zijn om juist mensen hier naar Leeuwarden te trekken in 2018. Dat klopt. Wij focussen ons eigenlijk op natuurlijk op Nederland, Friesland, Nederland, maar daarnaast ook een kring van ongeveer 500 kilometer van internationaal toerisme, waaronder we ons focussen op België, Duitsland en de UK. En de World Travel Market is eigenlijk de beurs om nieuwe contacten te vinden en bestaande contacten te spreken. Want je hebt 3 dagen en heel Engeland is er dan. Dus dan is het in 3 dagen gewoon heel efficiënt om mensen te ontmoeten. Ja. Moet dus wel heel wat gebeuren in die 3 dagen. Je hebt volgens mij heel wat mensen gesproken. Ja, we hebben heel veel mensen gesproken. We hadden geplande afspraken. De NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, had voor ons afspraken geregeld. Die afspraken duren ongeveer een half uurtje. Daar heb je er 5, 6 van op een dag. En daarnaast lopen natuurlijk constant mensen over die beurs die ook informatie willen. Dus ja, we hebben zeker heel veel mensen gesproken. En wat vertel je ze dan? Wat is het exclusieve verkoopargument, zeg maar? Het verkoopargument is natuurlijk dat wij in 2018 European Capital of Culture zijn, zoals ze het op zijn Engels daar verkochten. En dat is een unique selling point voor Friesland in 2018, wat natuurlijk nog nooit voorgekomen is en wat echt de reden is om naar Friesland te komen. Want het is dus de bedoeling dat je die tour operators overhaalt om vooral maar reizen hier naartoe te organiseren. Kunnen dan busreizen zijn en cruises ook, geloof ik, hè? Ja, dat kan ook. Ook rederijen, rivier cruises kunnen ook komen. En natuurlijk ook cruises voor grotere die dan in Harlingen kunnen aanleggen. En vanuit daar dan hoogstwaarschijnlijk weer een bus nemen om door de provincie heen te reizen. Dus in de basis zijn het veelal busreizigers, hoe ze ook naar Friesland komen. En hoe reageren de mensen daar? Want ik kan me voorstellen, als je met de naam Leeuwarden op de proppen komt, dan moeten ze wel even 2 keer nadenken. Soms wel 3 keer, want ze kunnen het heel lastig uitspreken. Maar ze kennen het inderdaad niet. Het is een hele nieuwe bestemming. Dus we moeten zeker wel wat meer moeite doen dan Amsterdam om ze over de streep te krijgen om naar Friesland te komen. Maar als je ze het verhaal vertelt dat je Europese hoofdstad bent in 2018, dan gaan er zeker meer dan 1 belletje rinkelen, omdat dat concept natuurlijk in de reisindustrie heel bekend is. Want wat is precies de doelgroep waar jullie op richten? Wij richten ons op de culturele reiziger. Eigenlijk is dat de 50, 60, 70-plusser. Die het dus prettig vindt om in georganiseerd gezelschap, vaak met een reisleider, op reis te gaan. Die ze iets meer vertelt over waar ze op dat moment zijn. Dus wat maakt Friesland anders dan andere provincies binnen Nederland? Wat is Nederland in zijn algemeenheid? En wat is hier op cultureel gebied te doen? Ze zijn allemaal wat cultureel geïnteresseerd en willen eigenlijk met meer, letterlijk wat meer bagage, geestelijke bagage naar huis dan dat ze zijn gekomen.